Ja, dat maakt me helemaal in de war. Waar was ik nou weer gebleven? U zei, en toen kwam de... Oh ja, toen kwam de... Dag! Wel, proemel, de proemel, de proemel. Wat een mooie jurk. Zo. Ach, Liesje, wat zie je er mooi uit. Zeg, je lijkt wel een prinses, hè? Of een koningin. Mooi, hè? Hij past precies. Nou, mooi, prachtig is hij. Zeg, Bartje, Bartje, sta eens op. Maak eens een buiging voor de koningin, hè? Onze koningin. Mooi zo. Malle Roelof. Vindt u hem ook mooi, jongetje? Hè? Ik vind niks. Ach, vrouwen zijn ijdel, hè. Ja, broemelvrouwtjes ook, hoor. Ja. Maar ja, ik vind dat ding wel aardig. Weet je wat u bent? U bent de bovenste beste oude mopperbroemel. Ja, ja, ja. Nou, ja, dat ja, bent ja. U. Ja. Maar ik heb die jurk toch maar aan u te danken, hè? Nou, dank u wel. Zeg, Liesje, wat vind je van mij? Ja, jij bent ook lief. Nee, ik bedoel hier. Oh, is het af? Ja, mooie spiegel, hè? Je kan er prachtig mee om de hoek kijken. Oh, geweldig, zeg, je kan een heel eind kijken. Bart, kom eens. Ja. Moet je eens kijken, zeg, hoe ver. Oh, mooi, kijk eens. Vind je niet prachtig? Mooi gedaan, hè? Mevrouw Pinnig, ik zag mevrouw Pinnig. Wat? Mevrouw Pinnig? Wat? Die nieuwsgierige balingneus. Ja, Roelof, ja, ze komt eraan. Joh, mevrouw Pinnig met nog twee meneeren, vlakbij. Ja, vlug. Doe gauw het bordje voor, hè, en de gordijn. Ach, zijn ze niet thuis? Wat jammer nog. Ja, natuurlijk zijn ze wel thuis. Dat bordje klapte net op. Ik zag het zelf. Hey, bordje klap op. Niks gehoord. Ja, toch niks is het zo. Niks gezien. Jawel, toch is het zo. Ik heb het zelf gezien. Ik heb trouwens gehoord. Hoor. Ik heb niks gehoord. Hé, man, wees toch niet zo eigenwijs. Dank je. Ik durf erop te zweren dat ze wel thuis zijn. Vreemd. U zegt dat ze wel thuis zijn. Maar ik lees toch duidelijk niet thuis. Ja. Ik nou net uit te leggen. Ze doen net of ze niet thuis zijn. Het is een valstrik van ze. Ja, voor een dame. En twee mannen. Ja, voor drie personen. Ik zei toch al dat het reuze valse mensen zijn. Dat is voor geen cent vertrouwen. Gesnipt, gesnapt, gesnopen. Niet vertrouwen. Nou, eindelijk hebt u het door, hè? Ja, nou, wat doen we, hè? Ja, u zou voorop gaan, hè? Ja, dat heb u zelf beloofd. Nou, als u het meevraagt, hè, dan... Dan kan u het beste gewoon die deur opdoen. Ga maar gauw. Ga maar gauw. Vreemd. Ik zou bijna zeggen dat ik hier alles eerder geweest ben. Ja, maar professortje, dat bent u toch ook? U hebt hier toch die verstandige oudere persoon ontmoet? Ja. Oeh, ja, wacht eens even. Ja. Dat. U zei toch zelf dat die proemel daar in dat schuurtje zat, hè? Schuur. Hey, wat je doen? Schuur, kijken, zoeken, spoor. Roelof, hij gaat het schuurtje binnen. We moeten ze tegenhouden, hoor. Sst. Nee, schuur leeg, proemel weg, jammer. Ja, tuurlijk is die proemel weg. Die proemel is daar. Oh, ik gooi me in de zenuw, hoor. Nee, schiet wacht. U nog Wie... toch op. Hij doet die deur toch op. Nee, ik ben journalist, geen inbreker. Rustig. Klopt. Anthony thuis. Ach, wat jammer. Mannen, laat tante maar even Vrouwtje gaan. Ja, luister eens, mevrouw. Ik ben soms wel een beetje... Verstoord. Ja. Maar ik ben een fatsoenlijk oude heer. Als daar staat dat er niemand thuis is, dan dring ik niet aan. Dat hoort niet. Oh, karakter. Wat nou hoort niet? Man heeft karakter. Weer fatsoenlijk. Wat heb je daar nou aan, even fatsoenlijk? Dus het gulden, daar heb je tenminste wat aan. Goh, nou en meneer de journalist, hè? Wat vindt u nou? Ben u het niet met me eens? Volkomen, vrouwtje, volkomen, ja hoor. Ja, nee, ik sluit me aan hoor. Bij wetenschap en fatsoen. Maar wij komen terug. Oeh, maakt niet.